Hoi, ik ben Ruben en ben figurant bij de film Dolfje Weerwolfje en geef verslag van de film Dolfje Weerwolfje. Oké, video. Roll. Zo, even loop te roepen. Dank je. Attentie. En actie. Hoe vindt u de film tot nu toe worden? Hartstikke leuk. Het is echt heel erg leuk met al die kinderen. En de kinderen doen het ook allemaal heel erg goed. En jij hebt net zelf ook een interview aan doen. Ole en die Dolfje speelt en Lupa die Noora speelt gezien. Hele leuke... acteurs aan deze kant op en... Sorry, moet even kijken. Nee, maakt niet uit, ik ga verder. En er zijn hele leuke kinderen en die doen het ook heel erg goed. Oké, we moeten heel eventjes... Kan ik jou interviewen? Dat kan. Oké, mijn eerste vraag is, hoe vind jij de film tot nu toe worden? Nogal saai, want je moet elke keer weer dezelfde scène doen. Maar dat is eigenlijk best leuk. Maar elke keer dezelfde scène, elke keer boven weer, dat is een beetje interessant, maar dat is niet zo erg. Mag ik u interviewen? Ja. Oké. Mijn eerste vraag is, heeft u wel eens bij andere films gewerkt? Ja, bij verschillende. En maar niet per se bij kinderfilms. Bij de Eetclub. En er is nu nog een kinderfilm bezig. En die heet Kleine Kans. En daar sta ik ook bij. En bij Klokhuis werk ik ook. Oké. Mijn tweede vraag is, wat doet u hier op de set eigenlijk? Ik verzorg de kleding, dus alles wat er mee ziet en alle kinderen die hier rondlopen, die zorgen dat die in de goede kleding staan. We proberen Dolfje zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Ja, hier zie je Dolfje wat beter. Zo. Ja, dat is Dolfje. En nu begint hij er al wat beter op te lijken. Kijk aan Dolfje zijn kind. Wat doet u hier eigenlijk op de set? Ik cast kinderen, dus ik cast kinderen voor de rol. Onder andere Ole voor Dolfje Weerwolfje en die begeleid ik op de set. Dus ik zorg dat de kinderen voorbereid op de set komen, zodat ze teksten kennen, dat ze een beetje weten waar het over gaat. En in de tussentijd, als ze niet op de set staan, dan ben ik bij ze om lekker te ontspannen, te knutselen, dat soort dingetjes. Hierboven je zie je het licht en dat is ervoor zodat de camera's goed kunnen filmen. Hier zijn alle kleren voor de acteurs die niks mee hadden genomen. En soms wordt hier nog even gepraat. En dit is de catering. Is goed gezorgd. Dat is het verschil met de kleren. En ja, alleen niet al te veel voor de brood. Ik vind Dolfje Weerwolfje heel mooi eruit zien. Helemaal als hij gesminkt is. Ja, ik heb foto's gezien. Dan gaan ze s'avonds laat werken. Kijk, want daar is het. Dolfje, zie je? Moet je de camera om hem niet te zien? Oh, dat maakt niet uit.